Ook aankomend studiejaar verzorgen we nog vooral digitaal onderwijs. Maar hoe geef je een goede interactieve les? Hoe motiveer je studenten om actief mee te doen? En hoe werk je aan sociale binding? Dat zijn relevante en urgente vragen die onder ons leven. In deze reeks webinars gaan we samen met jou en experts uit de praktijk op zoek naar de antwoorden. Welkom bij live webinar Digitale Didactiek. Met deze week... Online begeleiden van studenten, zo werkt dat goed. Met experts en gasten Esther van Dal en René Filius. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat feedback een heel krachtig middel is. Alleen hoe doe je dat nu praktisch in een online les? Esther en René laten zien wat we kunnen leren vanuit onderzoek op dit vlak en hoe je dat in de praktijk effectief inzet. Welkom bij het eerste webinar Digitale Didactiek van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Marco van Hout. Ik ben medeoprichter van de Digital Society School, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. En daar werken we aan de grotere transformatievraagstukken die juist leven rondom die digitale samenleving. Dit is het eerste webinar in een serie van drie sowieso. We doen dit in samenwerking met de HVA Academie en met DLO Innovatiepartners. En ik heb vandaag twee hele interessante gasten. We gaan het hebben over online begeleiding. Hoe doe je dat nou? Hoe kun je nou zorgen dat die studenten gemotiveerd raken en blijven in deze tijd waarin we eigenlijk alles online moeten doen? Dat zijn de harde vragen die we moeten gaan stellen, want we zijn eigenlijk in een crisis beland. We zijn eigenlijk bezig met wat ze dan ook wel noemen emergency remote teaching, waarbij we eigenlijk online moesten. En ook al bestaat online onderwijs natuurlijk al vele jaren, die vragen die zijn nu prangender en urgenter dan ooit. En ik heb twee hele interessante gasten daarvoor uitgenodigd. Esther van Dal werkt op de HVA als docent bij faculteit onderwijs en opvoeding en is daarnaast opleider in de BDB. Ze heeft de afgelopen periode onder andere het R2D2 model en de tool Feedback Fruits gebruikt en deelt vandaag haar ervaringen. Een warm welkom voor Esther. René Filius is online ook aanwezig vanuit Utrecht. René Filius is de afdelingshoofd onderwijs van de Universitaire Bestuursdienst van de Universiteit Utrecht en gepromoveerd op online peer feedback. In haar werk komt de waarde van deze vorm van feedback duidelijk naar voren, voornamelijk voor het stimuleren van diepgaand leren. Een warm welkom voor René. Laten we gaan beginnen. Esther, welkom hier in Amsterdam, live. Ja. Dank je. Ik wil je vragen om misschien eerst even jezelf te introduceren, dan wat te vertellen over eigenlijk hoe jij een model hebt toegepast om eigenlijk dat begeleiden, dat motiveren van studenten tot stand te brengen. En we zullen proberen zo goed en zo kwaad om alle slides erbij te laten zien. Ja. Geef je aan wanneer je die slides wil laten zien ook? Ja, helemaal goed. Ja. Nou, ik heet Esther van Dal. Ik werk als lerarenopleider bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding. Bij de lerarenopleiding Engels. Daar werk ik nu vijf jaar. En toen ik hier eigenlijk net kwam werken, was een van de... nu ben ik eigenlijk bij de volgende slide. Was een van de prangende thema's was flexibilisering. Mm-hmm. En we waren toen aan het nadenken over hoe kun je nou eigenlijk je onderwijs flexibiliseren en hoe kunnen studenten flexibel onderwijs volgen. En we zijn toen gaan nadenken over een model, een blended model. En omdat ik voordat ik hier werkte bij de Hogeschool Utrecht werkte, waar ze behoorlijk hebben ingezet op blended learning, maar dan echt al een fix aantal jaren geleden, hebben zij de bacheloropleidingen van de faculteit educatie hebben zij allemaal geblend. En sommige masteropleidingen hebben zij toen al helemaal online gedaan. Dus daar heb ik eigenlijk geleerd om een aantal modules opnieuw te herontwerpen. Het was best een fikse klus. Met een blended model. En dat heb ik hier geïntroduceerd. Op een pragmatischere manier. En daar zijn collega's ook mee aan de gang gegaan binnen mijn eigen vakgroep, maar ook binnen het cluster. En dat heeft... heel veel voorwerk eigenlijk, zonder dat we het wisten, hebben we daarmee heel veel voorwerk gedaan om online te gaan. Wat je bij online onderwijs dan eigenlijk merkt, is dat dingen anders gaan dan je normaal niet er gewend bent.
Beetje zoals in dit webinar nu eigenlijk. Ja. En de dingen die je gewoon bent om te doen, de interactie die je gewoon bent met studenten, die werkt anders. Mm-hmm. En dat betekent niet dat het onderwijs dan maar zo moet. Maar wat je ook kunt doen is even zeg maar, vanuit een helikopterview even kijken van oké, wat wil ik nou eigenlijk bereiken met mijn studenten? Het gaat niet zoals het normaal gaat, dus maar hoe kan het dan wel? En het model wat ik eigenlijk zeg maar, ik wil introduceren is een best wel simpel, een beetje huistuin- en keukenmodel. Maar het helpt wel heel erg je denken over je onderwijs te structureren. En het heet het R2-D2 model. En het gaat over read, reflect, display en do. En bij read gaat het over de informatieoverdracht. De teksten lezen, maar ook filmpjes kijken, een beetje online artikelen, kan van alles zijn. Bij reflecteren ga je, wat je vaak eigenlijk doet in de klas, kan nu ook heel mooi online, is dat je studenten laat nadenken over de stof die ze hebben gelezen. Dus dan ga je er eigenlijk al wat dieper op in. Het display gedeelte, dat is eigenlijk het laten zien van de studenten aan elkaar, voor zichzelf, maar ook aan de docent. Van waar staan we eigenlijk? Wat weten we eigenlijk? En het doelgedeelte is dat je echt wat dieper op de stof kan ingaan. Hoger op de taxonomie bijvoorbeeld. Of weet je wel, hogere orde leren, deep learning. Dat je daar dan eigenlijk... dat is uiteindelijk wat we denk ik allemaal wel willen. En wat zo mooi is aan dat model, is dat je bijvoorbeeld je eigen... als je even terug... Weet je, die helikopterview, dat je dan gaat kijken naar, oké, hoe kan ik mijn onderwijs eigenlijk indelen? En hoe kan ik dat wat nu anders werkt online dan normaal, hoe kan ik dat zeg maar anders inzetten? Ja. Mag ik even onderbreken? Want we hebben natuurlijk ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Dus voordat jij verder gaat met je presentatie, wil ik even aan het publiek vragen van als je een vraag hebt, zet hem in de Q&A en laat even weten of hij sowieso voor Esther is of straks voor René. En met je eigen naam, dan kunnen we even naar je terugverwijzen. Dat is misschien wel handig. Ja, helemaal goed. Kijk, in principe zoeken we natuurlijk alle docenten, zeker in het HBO, zoeken we niet alleen maar naar kennis, maar hoe breng je nou eigenlijk die kennis in de praktijk. En hoe wij dat hebben gedaan, hoe wij dat... die structuur van R2-D2 hebben toegepast, is eigenlijk flipping the classroom. En er zijn nog veel meer manieren hoe je online lesgeven kan vormgeven, maar wij hebben hiervoor gekozen. En veel mensen zullen het al wel weten hoe het werkt, maar dan ga je die kennisoverdracht in plaats van in de les, doe je dan voornamelijk online, zodat je de tijd die je samen hebt, ook echt daadwerkelijk samen kunt gebruiken, zodat je gewoon je ideeën kan toetsen, je hersenen kan aanscherpen aan elkaar. Ja. Ik kan je een voorbeeld geven. Kijk, dat is bij de volgende slide, bij deze. Een simpel voorbeeld. Kijk, wij leiden onze studenten natuurlijk op tot docent. Ja. En zij moeten dan ook bepaald docentengedrag roept bepaald leerlingengedrag op. Daar moet je je bewust van worden van je houding in de klas. Nou, daar laten we ze natuurlijk wat over lezen. Er zijn ook heel veel filmpjes online waarbij mensen dat uitleggen hoe dat eigenlijk werkt. En wat ik daarna bijvoorbeeld heb gedaan is gewoon een stukje uit een film. Daar heb ik een interactieve video van gemaakt. Dus die heb ik gewoon online gehad, die heb ik in een programma geplaatst. En dan kan ik op het moment dat ik wil die video stopzetten en aan mijn studenten vragen van welk docentengedrag zie je hier eigenlijk? Dus moeten ze de kennis die ze hebben gelezen, die ze hebben gezien, moeten ze toepassen? En dan stel ik de vervolgvraag, wat denk je nou eigenlijk? Hoe de ander gaat reageren? Dus op die manier test ik eigenlijk een beetje of quiz ik eigenlijk een beetje van hebben ze nou eigenlijk begrepen wat ze hebben gelezen? Juist. Dus dan kunnen ze dat toepassen. Het mooie is van zo'n interactieve video, is dat ik kan zien als docent wie het daadwerkelijk heeft gezien. En of ze begrijpen. Zodat ik, als we dan samenkomen in de
les. En we doen dat nu natuurlijk in een virtual classroom, maar dat kan natuurlijk net zo goed in een gewone live les. Zodat ik van een hoger niveau eigenlijk kan instappen en we dan bijvoorbeeld een rollenspelen kunnen gaan doen. We gaan eigenlijk van kennis vergaren, kennis toepassen, naar het ook daadwerkelijk gewoon uitproberen. Mm-hmm. Waar we eerst eigenlijk een beetje bleven hangen bij dat read and reflect, komen we nu eigenlijk veel verder en kunnen we kunnen studenten eigenlijk veel meer leren. Dan wordt het leren eigenlijk veel beter. Ja, en het online stuk, die uitdagingen, hoe ervaar je dat op dit moment? Of heb je daar nog voorbeelden van? Wat ik eerst altijd deed, was, kijk, online heb je natuurlijk heel veel ICT-hulpmiddelen. Mm-hmm. En heb je daar fantastische dingen bij zitten. Wat nou zo heel handig is, in Brightspace hebben we eigenlijk pas sinds een paar maanden hebben we feedback loops. Ja. Dus waar ik eerst bijvoorbeeld een programma als Adpuzzle gebruikte, kan ik nu feedback loops gewoon binnen Brightspace gebruiken om een interactieve video te maken. Om interactieve tekst te maken. Ja. Dus dat studenten vraag ik dan om een tekst te lezen. Maar ze kunnen niet verder lezen voordat ze een vraag hebben beantwoord. Mm-hmm. Dus zo help ik ze eigenlijk door middel van kleine stapjes om dieper die stof te begrijpen. En die integratie van feedback loops in Brightspace was cruciaal, zeg je dus hierbij ook. Dat maakt het wel veel makkelijker. Ja, tuurlijk. Kijk, het gaat natuurlijk ook wel met allerlei andere feedback tools of andere ICT tools. Maar dit maakt het wel heel veel gemakkelijker. Mm-hmm. Je hebt quizzen daarin. Je hebt inderdaad een feedback tool waarbij je studenten aan elkaar kunt koppelen om elkaar feedback te geven aan de hand van punten die je als docent inbrengt. Mm-hmm. Het hoeft natuurlijk ook allemaal niet zo. Je kunt het zo groot maken als je zelf wil. Je kunt zelf natuurlijk heel veel filmpjes maken, je eigen presentaties erop nemen. Dat moet je vooral ook doen. Ja. Maak het alleen niet te lang, want anders blijkt dat studenten dat niet altijd terugkijken. Maar met kortere filmpjes, kortere thematische filmpjes, die kun je zelf maken. Maar je kunt er ook heel veel vinden. Juist. En dat scheelt al heel veel. En door dat anders, een beetje anders nadenken over, oké, wat wil ik bereiken? Dat gaat niet in zo'n virtual classroom, want dan heb je die interactie is gewoon veel minder. Exact. Ja. Dan moet je die interactie eigenlijk op een andere manier gaan vinden en toepassen. En hoe doe je dat? Dat doe ik eigenlijk door, door als het gaat over die kennis, dat kan heel erg online en individueel. Met die kennis komen ze dan een virtual classroom binnen. Ik hoef dan eigenlijk niet heel veel klassikaal meer te doen, maar ik laat ze dan bijvoorbeeld werken in kleinere groepjes waarbij die informatieoverdracht niet meer zo belangrijk is, want dat hebben we al gedaan, maar dan kunnen ze ook daadwerkelijk gaan oefenen. Juist. En dat is ook een van de dingen waar je bij online lesgeven, en ik denk ook, ik hoor het van iedereen, is dat ook van de studenten, die vinden het heel lastig dat ze gewoon geen contact hebben met de docent is minder, met medestudenten is minder. Maar als je ze dan, ze kunnen wel heel erg goed met elkaar overleggen in kleinere groepjes. Dan merk je dat ze dat heel erg waarderen en dat daar eigenlijk het echte leren ontstaat. Ik krijg al wat vragen binnen. Vind je dat leuk om die al mee te nemen? Ja, helemaal goed. Marielle is benieuwd over display. Of je daar iets over kunt uitweiden, over het displaystuk uit het model. Want ik heb het een beetje samengevoegd hier. Mm-hmm. dit is zeg maar hoe wij het hebben toegepast, dit model. Mm-hmm. En bij ons valt eigenlijk dat reflect en dat display een beetje samen. Dus als ik zo'n online tool gebruik, dan laat ik daarmee de studenten nadenken. Beter begrijpen. Maar daarmee zie ik tegelijkertijd, laten ze aan mij zien, waar ze zitten in hun leerproces. Ja. Je kunt het model ook op een andere manier gebruiken. Want ik kan me voorstellen dat er modules of opleidingen heel anders zijn opgezet. En die gaan veel meer uit van een probleem.
Waarbij je zegt, oké, we hebben een probleem, oké, dat gaan we oplossen. Die gaan dan gericht informatie zoeken. Bij ons gaat het meer uit, oké, we hebben kennisvergadering en dan gaan we dat toepassen. Dus het ligt een beetje aan, zeg maar, hoe je hoe je het eigenlijk toepast. Ja. Dat is eigenlijk. Maar dat display, daar gaat eigenlijk om dat je een soort van needs analysis, dat je weet waar de studenten staan, zodat jij daar op in kunt springen op hun behoefte eigenlijk. Ja, precies. Helder. Anna vraagt, is er een overzichtelijke manier om de opbrengst in feedback foods bij interactieve documenten in de les te kunnen bespreken? Dus de opbrengst in feedback foods of ja. Ja, je krijgt een soort rapport. Ja, ja. Ja. En ik laat het meestal niet zien. Want mensen vinden het eigenlijk niet zo leuk om het van elkaar te zien. En als je dat eenmaal hebt ervaren, dan voel je misschien ook wat minder geneigd om, om eerlijk te delen. Dan ga je ook een beetje al zelfcensuur toepassen. Juist, ja. Dus ik wil daar, meestal pas ik het een beetje aan, dat het niet meer heel erg geleidbaar is. Ik spreek het soms ook gewoon helemaal niet. Dat is ook een optie. Dat kan ook. Ja, ja. Maar soms is het juist wel hartstikke belangrijk om van elkaar te leren. Mm-hmm. Dus je kunt dat rapportje gebruiken. Of je kunt daar zelf even wat dingen uithalen. Want dat is natuurlijk wel mooi. Kijk, als je mensen hun vinger laat opsteken. Of je vraagt wat mensen hier en daar om hun mening of hun ideeën. Mm-hmm. Dan weet je niet wat je krijgt. Nee. Bij dat feedback food. Daar kun je de mooie ideeën eruit pikken waarvan jij denkt het levert een zeg maar vruchtbare discussie op. Ja, en als je even kijken hoor, dus een hele specifieke vraag van Johanneke, hoe lang is een kort filmpje? Dat is een moeilijke, hè? Ja, het is een moeilijke. Omdat het meest praktisch is het meest moeilijke. Op, ja. Maar ik heb filmpjes van 2 minuten. Voor mezelf vind ik eigenlijk 10 minuten, een kwartier eigenlijk wel oké. Mm-hmm. Maar ja, weet je, als je een filmpje hebt van een half uur en je hebt gewoon niet meer tijd om, ja, weet je, je moet ook een beetje pragmatisch zijn als docent. Mm-hmm. Je kunt dat bijvoorbeeld ook opbreken of je kunt er ook een interactief filmpje van maken, zodat er zodat je studenten eigenlijk aanspoort om na te denken tijdens dat filmpje. Ja. Charlie Mulholland, heb je een voorbeeld van het verschil tussen display en do? Een voorbeeld daarvan. Een voorbeeld? Display is eigenlijk meer... kijk, als je even teruggaat naar het voorbeeld wat ik net eigenlijk gaf. Hè, dat studenten eigenlijk laten zien van wat hun kennis is. Mm-hmm. Als je kunt het in surface learning, zeg maar, een beetje oppervlakkig leren naar deep learning. Ik denk dat daar eigenlijk een beetje het verschil ligt. Ja. Dus bij display is eigenlijk meer aantonen wat ze nu alvast weten. Dat is een soort springplank. Zo gebruik ik het. Mm-hmm. Naar het meer diepgaandere leren. Ja. Dus meer, dat doel is eigenlijk meer hogere orde leren. Dat display is eigenlijk dan meer, wat weten we nu, waar staan we nu en hoe kunnen we nu verder? Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het interpreteer. Ja, precies. Nou, hopelijk is Charlie daar ook tevreden mee. Grace die vraagt, ik merk dat mijn studenten voor het VC de kennis niet tot zich nemen die online staat. Je had ook wat dingen over online, dus de uitdagingen van online onderwijs. Dit is eigenlijk eentje zo van die, dus ze nemen die kennis niet eens tot zich, die online. Nee, maar het is niks anders dan normaal. Want mijn studenten lezen normaliter ook niet altijd alles. Nee. Dus ja, ze moeten dat eigenlijk accepteren. Dat het, nou ja, dat weet ik niet hoe je dat moet accepteren. Maar ik bedoel, het is niet ineens een andere situatie. Kijk, wat ik probeer... Nee, ik bedoelde, dat moeten we accepteren. Niet het feit dat ze dat niet doen. Nee. Kijk, wat ik probeer is door middel van zo'n interactieve video. Ik kom elke keer met een quiz. Ik maak ook wel eens een soort van een gatentekst. Maak ik een samenvatting en dan moeten zij dan woorden invullen, zodat
zodat ze zelf inzien van wat weet ik wel en wat weet ik niet. Mm. En ik merk dat studenten ook wel eens zo'n kruiswoordpuzzel of zo'n gatentekst of zo'n filmpje gebruiken om de tekst te lezen. Dus het helpt elkaar, zeg maar. Precies, ja. En ja. Dan heb je natuurlijk altijd nog steeds mensen die het niet doen. Kijk, wat ik probeer te doen is, soms weet je niet waarom mensen het niet kunnen doen. Mm-hmm. Of waarom ze het niet kunnen doen. Ik wil die mensen niet uitsluiten. Maar in de les zullen ze wel harder moeten lopen. Ja. Want ik wil de mensen die het wel hebben gedaan, natuurlijk wel kwaliteit bieden. En dat zij ook nog genoeg leren van, mm-hmm. van zo'n les. Dus dat is een beetje schipperen met de opdrachten of met het begin van de les eventjes een recap. Zodat mensen die het niet hebben gedaan wel mee kunnen doen. En dat de mensen die het wel hebben gedaan gewoon wel genoeg leren. Precies, ja. Ja. Oké, okay. Hey Esther, dankjewel. We, voor de tijd moeten we even gaan switchen. Ik wou nog even, we moeten onze koptelefoon even opdoen. Oh, ja. Dan kunnen we René horen. René? Ja. Ben je daar? Ja. Ja, ik ben hier. Zeg, heb jij nog een vraag, Esther, voordat ik het woord aan jou geef? Wat zei je? Sorry. Of jij misschien een vraag hebt voor Esther? En anders geef ik het woord aan jou. Nee, niet zozeer een vraag, maar meer dat het leuk is om te horen hoe je dit zo in de praktijk toepast. Erg interessant. Duimpje omhoog is dat van René. Zeg, René Filius, het is natuurlijk fijn als jij jezelf even introduceert. Ja. Ik hoor mezelf hier dubbel. Kunnen we switchen naar René? Zal ik mijn slides delen? Nou, ondertussen zal ik even zeggen dat jij gaat praten over hoe uit onderzoek en ervaring blijkt dat feedback een heel krachtig middel is. Je bent daar ook gepromoveerd in onlangs en je gaat eigenlijk uitleggen hoe je dat nu praktisch in een online les doet. Het woord is aan jou, René. Dankjewel. Kunnen jullie inmiddels mijn eerste slide zien? Toch nog even als controle? Duimpje omhoog. Ah, mooi. Nou, wat jullie nu zien, dat is de titel van mijn proefschrift. Peer Feedback to Promote Deep Learning and Online Education. En voordat ik daarover zal vertellen, eerst even over mijzelf. Ik ben hoofdonderwijs bij de Universiteit Utrecht. Dat betekent bij de Universiteit Utrecht dat daar onder andere lifelong learning onder valt, maar ook docentenprofessionalisering. Onderwijsinnovatie, een programma voor diversiteit onder studenten, internationalisering. Waarschijnlijk lijkt het in grote lijnen sterk op wat bij de HVA gebeurt. Maar voordat ik dit werd, hoofdonderwijs, was ik in 2010 een van de oprichters van een platform wat we Elevate hebben genoemd. Dit ben ik in 2010, zo zag ik het toen uit. En dit is het logo van Elevate zoals we dat toen hadden. Het was een samenwerkingsverband vanuit het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht. En we verzorgden allerlei online onderwijs op een platform. En deden dat ook voor allerlei andere instellingen. En ik heb dat gedaan tot 2018. Dit ben ik in 2018 en dit is het logo van Elevate op dat moment. Elevate bestaat nog steeds. En gedurende al die jaren heb ik zelf veel online onderwijs gegeven. Maar ik heb ook allerlei docenten begeleid bij hoe zij online onderwijs gaven. En wat mij daarbij vooral opviel, was dat heel veel docenten zeiden, ik vind het op zich prima te doen, dat online onderwijs geven. Maar wat ik heel lastig vind, is om studenten echt tot een dieper niveau van leren te laten komen. Dus het is eigenlijk, ik kan prima vertellen online over de inhoud van de stof, maar het is lastig om echt de interactie te krijgen. Nou, dat heeft geresulteerd in een promotie van mij in 2019, dus vorig jaar. Want toen ben ik daar verder op gegaan. En ik ga even iets proberen met mijn slides. Als het niet lukt, dan hoor ik het graag. Zijn mijn slides nog steeds te zien? Volgens mij wel.
Bij online onderwijs. Ja? Bij online onderwijs kun je spreken van diep leren. En diep leren is te zien als een continuum eigenlijk. Tussen aan de ene kant surface learning, dus oppervlakkig leren. En aan de andere kant diepgaand leren. Dit sluit eigenlijk aan bij wat Esther ook al even laat zien. En bij oppervlakkig leren, surface learning, gaat het vooral om het memoriseren. Dus om het uit je hoofd leren van feiten. Terwijl bij diepgaand leren gaat het veel meer over dingen als kritisch denken, het leggen van verbanden, maar ook het creëren van concepten, dat soort zaken. En diepgaand leren, dat vinden wij heel belangrijk, omdat het helpt bij het opleiden van studenten tot echt zelfstandige, kritische burgers, die bij kunnen dragen aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen. Nou, we hebben nu te maken met eigenlijk twee moeilijkheden bij het bereiken van diepgaand leren. Aan de ene kant is dat het aantal studenten steeds verder toeneemt. Dus we hebben met een groter aantal te maken. En aan de andere kant ook, en dat is op dit moment echt super actueel, we hebben te maken met dat er steeds vaker voor online onderwijs wordt gekozen. En ten tijde van mijn proefschrift was dat nog meer zeg maar een langzame ontwikkeling. Nou ja, sinds maart dit jaar is dat natuurlijk enorm versterkt. Zien jullie nog steeds het goede slide van mij? Vraag me af. Kijk even naar de productie. Ja, duimpje omhoog. Zien jullie blauwe slides? Ik krijg een bericht dat het niet goed gaat namelijk. Ja, nu is hij even weg. En wat zie je voor tekst? Gaat het? We zien geen slides. Ik denk dat de screen share is uitgezet. Oh, ik heb niks veranderd, maar ik zal even kijken of ik dat kan aanpassen. Is het nu goed te zien? Ja, daar komt hij weer. Nou, de vraagstelling van mijn onderzoek was: hoe kunnen docenten in het online hoger onderwijs diepgaand leren stimuleren? En dat heeft geleid tot, als het goed is, zien jullie nu een oranje slide. Waarin aangegeven is dat in mijn eerste artikel, dat gaat over eigenlijk het belang van sociale interactie. En het geeft ook aan dat wanneer er sprake is van online onderwijs, dat er ook wel degelijk heel veel mogelijkheden voor interactie zijn. Dat er veel behoefte aan is en waarom dat zo is. En die interactie die brengt ook, of eigenlijk het tot stand brengen van die interactie, dat wordt ook in een aantal opzichten als heel lastig ervaren door docenten bij online onderwijs. En daar gaat dan ook mijn volgende studie over. Want als je kijkt naar online onderwijs, dan vindt dat die interactie voor ook een heel groot deel asynchroon plaats. En dat leidt ertoe dat het voor studenten lastig is, voor docenten lastig is, om aan de ene kant goed de leeractiviteiten af te stemmen op wat je wilt bereiken. Maar ook om inzicht te krijgen in wat studenten eigenlijk nodig hebben, waar hun behoeften aan zitten. Want je ziet ze soms alleen maar via een zwart scherm in het slechtste geval en anders alleen maar via een beeldscherm. Het is ook lastiger om tussentijds je docentstrategie aan te passen. En een van de lastige dingen is, hoe bereik je eigenlijk sociale cohesie? En hoe zorg je ervoor dat er eigenlijk net zo'n soort dialoog gecreëerd wordt als je bij fysiek onderwijs gewoon in een klaslokaal plaats kan vinden? Dat is online gewoon wat ingewikkelder dan wanneer dat fysiek plaatsvindt. En toen ben ik verder ingegaan op hoe je nou als docent dat soort uitdagingen kunt ondervangen. En daarbij ben ik ook extra gaan kijken naar hoe je rekening kunt houden met de werkdruk. Omdat werkdruk, zoals je weet, een enorm groot probleem is onder docenten. Dus ik heb gekeken naar wat voor soort interventies kunnen we nou vinden om die interactie plaats te laten vinden bij online onderwijs, zonder dat het de werkdruk enorm verhoogt. Nou, dat heeft geleid tot drie volgende studies. Eentje daarvan is hoe je feedback als dialoog plaats laat vinden. Nou, daar zijn een aantal methoden voor die ik beschrijf, zoals feedback management, peer feedback en automatische feedback.
En ik ben verder ingegaan op feedback, omdat dat eigenlijk de meest veelbelovende leek, dus de peer feedback. En ik heb dat onderscheiden in enerzijds getypte peer feedback en anderzijds audio peer feedback. En bij getypte peer feedback gaat het dus over eigenlijk dat studenten als het ware intypen wat voor feedback ze hebben voor de ander. En bij audio gaat het om het inspreken van berichtjes voor elkaar. En ik heb daar verschillende dingen bij gevonden. Enerzijds is bij de studie over geschreven peer feedback, getypte peer feedback, dat peer feedback daar tot diepgaand leren leidt. En dat komt om een andere reden dan docentenfeedback. Het heeft namelijk te maken met dat als je als student peer feedback ontvangt, dan denken veel studenten, ja, wat weet jij daar nou eigenlijk van? Hè? Jij bent ook maar een medestudent, je bent geen docent, je bent geen expert, wat moet ik daar eigenlijk mee? En dan zou je kunnen denken van, oh, probleem. Maar in werkelijkheid komt dat eigenlijk juist doordat, heeft dat juist meerwaarde. Omdat ze daardoor langer nadenken over de feedback die ze krijgen. En juist dat leidt tot diepgaand leren. En verder blijkt uit het onderzoek dat studenten net zoveel leren van het ontvangen als van het geven van peer feedback. Bij audio peer feedback, die andere studie, bleek met name dat. En het leuke daaraan was dat studenten ja, eigenlijk op een relatief laagdrempelige manier hun feedback snel konden inspreken, bijvoorbeeld via hun telefoon, en daarna konden delen met elkaar. Wat we wel merkten in de praktijk was dat juist hoe laagdrempelig dat was, ook van invloed was op hoe vaak ze het gebruiken. Want de meeste leeromgevingen hebben niet standaard zo'n functionaliteit. En dat maakt het best lastig om op die manier toch die feedback te zien. Er verandert iets in mijn scherm. Nou, dan als een van de. We kunnen de slides nog wel zien. Ja? Nu niet meer. Oh. En nu? Nou. Het blijft een beetje gedoe met die slides. Hè? Zal ik het anders. Zal ik de slides even uitzetten en het zonder slides doen? Ik kan ook de slides nemen. Ja, misschien. Gijs van de productie gaat de slides delen. Ja, is prima. We zijn bij een blauw slide met en dat gaat over de mechanismen. Ja, ja. Dat is denk ik slide nummer 14. Ja. Juist. Want mijn onderzoek richtte zich namelijk niet alleen op wat kun je nou doen als docent, maar ook waarom werkt iets of waarom werkt het eigenlijk niet. Dus wat zijn de achterliggende mechanismen die bij de student worden getriggerd, die leiden tot diepgaand leren. En vandaar ook dat de ondertitel van mijn proefschrift was het ontrafelen van het proces. Ik wilde namelijk ook graag weten waarom een bepaalde interventie van een docent tot diepgaand leren leidt bij de student. Nou, en dat ben ik toen verder gaan bekijken. En dat leidt eigenlijk tot het volgende slide. Dat is slide met de triggers voor studenten. Dus wat moet je als docent bij een student in werking brengen? En wat we merken is dat wat heel erg helpt bij het tot stand brengen van diepgaand leren, is of een student zich persoonlijk gecommitteerd voelt tot de cursus en de groep ook waarmee die te maken heeft. Of er een mogelijkheid is om heen en weer door te vragen bij elkaar. Dus probing back and forth. Maar ook of een student in staat is om het eigen leerproces te begrijpen. En of de student zelf in staat is om asking and providing, ja, om eigenlijk de relevante feedback om daar zelf ook om te vragen. En wat we daarbij ook merkten was dat een van de redenen waardoor de feedback die we hadden geprobeerd bij onze studie, waarom die zo goed werkte. Dat was omdat het zag er eigenlijk uit als dat de student kreeg de opdracht om feedback te geven op de opdracht van een andere student. En vervolgens moest die andere student aangeven in hoeverre die feedback geholpen had. Dus je moet als het ware de feedback zelf beoordelen. En we merkten dat heel erg hielp voor het bereiken van diepgaand leren. En dat kwam doordat je als student, als je weet dat je de feedback die je krijgt moet beoordelen, dan ga je die lezen. Anders kan je hem niet beoordelen.
En dat ondervangt eigenlijk het probleem wat vaak ervaren wordt met dat studenten geneigd zijn om feedback die ze krijgen niet meer te lezen, maar snel door te gaan naar de volgende opdracht. Want studenten hebben het namelijk ook druk. Die zijn, die zijn eigenlijk alweer bezig met wat moet ik hierna doen en een drukke tijdsindeling. Er is vaak geen trigger om de feedback goed te lezen. En doordat wij hen vroegen die feedback te beoordelen, was dat ineens wel zo. Andersom merkten we ook dat studenten die wisten dat hun feedback beoordeeld zou gaan worden, dat die dus beter hun best gingen doen op hoe ze die feedback gaven. Dus op de formulering daarvan en op de inhoud van die feedback. En verder merkten we ook dat wat heel erg hielp, vooraf veel aandacht besteden aan hoe je goede feedback geeft. Dus de instructie over feedback. En dan met name op hoe richt je feedback gericht op diepgaand leren. En dat gaat verder bij wijze van spreken het antwoordenboekje. Maar dat ging heel erg over bijvoorbeeld zorg dat je de andere student aan het denken zet. Stel vragen als, als het werkt in deze situatie, werkt het dan ook in die situatie, denk je? Of je hebt dit uitgeprobeerd, heb je ook die mogelijkheden overwogen? Dus goede feedback die gericht was op diepgaand leren, die bevatte eigenlijk vaak juist vragen aan de andere student. En om dat te stimuleren hebben we ook bij elke opdracht voorbeelden toegevoegd. Voorbeelden van feedback die op het oog goed gegeven was, maar niet aanzetten tot diepgaand leren. En feedback die dat wel was. Om daarbij de studenten eigenlijk een handje te helpen in hoe geef je eigenlijk feedback gericht op diepgaand leren. En dat bij elkaar leidde vaak tot het bereiken van diepgaand leren in online onderwijs. We hebben daar ook een tijdje terug een artikel over geschreven met de kop. Online onderwijs is geen videokopie van de klas. Ik kan niet zien of jullie de slides nog zien, maar het is slide 16. En in het artikel geven we ook aan dat docenten soms nog misschien iets te vaak geneigd zijn om het onderwijs heel snel gewoon te kopiëren van hoe het in een klaslokaal is naar online. Terwijl het echt vraagt om een herontwerp. En juist die interactie, net als wat Esther ook aangaf, die interactie is eigenlijk van cruciaal belang. En de manier van feedback die wij in ons onderzoek hebben geprobeerd, is eigenlijk een manier om die interactie tot stand te brengen. En die interactie die is in een klaslokaal, komt die zo natuurlijk eigenlijk op gang. En ben je dat heel gewend om te doen. En bij online onderwijs vraagt dat echt om nieuwe vaardigheden voor een docent. En dat is denk ik de belangrijkste conclusie van het onderzoek, wat ik hier ook wil meenemen. Nou, en dan is, als jullie de slides nog zien, het laatste slide 17, het is een samenvatting van mijn proefschrift. Als er een keer meer tijd is, leg ik dat graag wat verder toe. En slide 18, om mee te beëindigen, dat is mijn proefschrift, wat ook online te verkrijgen is. Daar wil ik het even bij laten. Hartelijk dank, René. Nou, er zijn best wel wat vragen binnengekomen. Ik kan ze op je afvuren. Ik wil daar eerst even een openingsvraag stellen. Je zei net dat eigenlijk voor een mooie kop. Ik hoor mezelf dubbel. Dat eigenlijk dit geen kopie moet zijn van normaal onderwijs. En dat triggerde me om te zeggen van, is de coronacrisis zeg maar eigenlijk daar gunstig voor? Gaan we hierna serieus aan de slag met online onderwijs? Wordt er nu echt beseft dat het anders moet? Dat het echt iets anders is dan alleen maar vertalen naar online? Kun je daar iets over zeggen? Ja, daar wil ik zeker wat over zeggen. Want ik vind hetgeen wat je aanstipt echt een heel serieus risico. Ik denk dat we in maart met z'n allen, dat het echt ongelooflijk is hoe snel we met z'n allen overgestapt zijn op online onderwijs. Ik vind dat ook echt heel erg knap en bijzonder. En er was op dat moment geen tijd om daar echt goed naar te kijken en te herontwerpen. We waren al blij als we überhaupt het onderwijs online konden gaan geven. En wat ik nu, waar ik wel bang voor ben, dat is dat iedereen dat nu als de norm gaat ervaren. En dat we doorgaan op de weg zoals die nu is. En dat dit voortaan het online onderwijs wordt. En dat zou echt heel erg jammer zijn, een gemiste kans. Omdat juist die interactie die nu lang niet altijd even duidelijk naar voren komt. Maar ook allerlei andere werkvormen. Ja, dat is echt wel de moeite waard om daar zorgvuldig naar te kijken. Dus ik denk dat dit echt iets is waar we met z'n allen langer bij stil zouden moeten staan.
Nou, vind ik een hele mooie. Ik zie Esther ook flink knikken. Dus dat is mooi. Ik ga even wat vragen uit de chat pakken. Want er zijn er best veel. Ik wil iedereen verontschuldigingen aanbieden als ik niet jouw vraag behandel. Even kijken. Joost. Is oppervlakkig leren en dieper leren te relateren aan de niveaus taxonomie van Bloom? Lagere orde en hogere orde. Ja, het is een iets andere taxonomie. In zekere zin wel. Alleen die taxonomie gaat uit van echt verschillende soorten leerdoelen. Waar ik ben uitgegaan en waar de literatuur over deep learning veel meer uitgaat van een continuum. Waarbij er minder zwart-wit tinten zijn. En Bloom gaat meer uit van verschillende leeractiviteiten die met elkaar allemaal nodig zijn om tot hoge orde leren te komen. Maar het lijkt wel veel op elkaar. Dat is helder. Ja, precies. Die verwarring snappen we. Charlie, studenten, even kijken, ik moet even de zin ontrafelen. Oh, je zegt dat studenten meer leren van peer feedback, maar is dat ook hun perceptie? Ja, dat is het. Want we hebben ook hun perceptie gemeten in het onderzoek. En het grappige was dat studenten van tevoren ook wel vaak aangaven, ja, wat heb ik aan student feedback? En dan tijdens de opdrachten hebben we alle studenten telkens gevraagd in hoeverre ze ervan geleerd hadden. En we hebben daarna een aantal studenten geïnterviewd. En toen bleek dat ze er wel degelijk diepgaande van geleerd hadden. Toen gaven ze, uit interviews bleek ook waarom dat zo was. Dan gingen ze, want we hebben heel erg doorgevraagd op wat gebeurde er dan? Wat deed het met je? Wat maakte dat het tot diepgaande leren leidde? Mooi. Anoniempje zegt hier, hoe ga je om met grote niveauverschillen tussen studenten in dat feedbackproces? Ja, dat is een hele goede vraag. Want dat is best wel ingewikkeld. Het hangt ook af van wat voor soort niveauverschillen het zijn. Mijn ervaring en ook wat ik uit de literatuur heb gezien, is dat dat peer feedback bij bijvoorbeeld eerstejaarsstudenten wat lastiger gaat dan bij ouderejaarsstudenten. Omdat zij ook nog voor een deel soort van basiskennis ontbreken die nodig is om goed door te kunnen vragen bij medestudenten. En op het moment dat die niveauverschillen komen doordat je bijvoorbeeld verschillende disciplines hebt. We hadden bijvoorbeeld een cursus over epidemiologie. En daar deden verschillende studierichtingen aan mee. En mensen uit de apothekers opleiding, zeg maar, dus die farmacie studeerden, die hadden eigenlijk heel weinig inhoudelijke kennis over het onderwerp. En die konden toch echt hele goede vragen stellen. Maar dat lag meer in de ervaring met hoe ga je om met feedback geven en zo'n dialoog, dan dat het lag aan de inhoudelijke ervaring, de inhoudelijke niveauverschillen. Dankjewel. Volgende vraag van Jacqueline Kenkel. Eerst even parafraseren, want ze zegt dank voor dit interessante webinar. Nou, dankjewel Jacqueline. We zijn blij dat je erbij bent. Vraag. Je gaat in op wat studenten nodig hebben, René, voor betekenisvol onderwijs. Om dit soort onderwijs vorm te geven. Nou, ik denk dat wij als instellingen, zeg maar, een taak hier hebben liggen om docenten te helpen bij hoe ze dit het beste kunnen doen. En dat valt uiteen in verschillende onderdelen. Dat zit hem natuurlijk voor een deel in één-op-één ondersteuning bij docenten met hoe herontwerp je je onderwijs bijvoorbeeld. Zit hem ook in het aanbieden van goede voorbeelden, in het zorgen voor de juiste applicaties, met ook de handleidingen erbij, een ondersteuning over hoe gebruik je dat. Wij hebben bijvoorbeeld ook wel peer-to-peer gebruikt. Nou, het is handig als je weet dat dat beschikbaar is en wat het doet. En daarnaast ook onderzoek naar onderwijs blijven doen om ook na te gaan wat nou goed werkt en waarom. En wat dan, zeg maar, vanuit het perspectief van de docent nodig is. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel erg verschilt per docent. Ik heb in elk geval bij de Universiteit Utrecht wel gemerkt dat de ene docent heel graag zelf van alles uitprobeert en wel aan de bel trekt als er iets is. En de andere docent graag eerst uitgebreid webinars volgt. Pas als er een overzicht over alles is, dan pas aan de slag gaat. Dus dat is denk ik echt individueel verschillend.
Laatste vraag uit de chat pakken en dan misschien ook vragen aan Esther nog stellen. In hoeverre is het geven van expert feedback noodzakelijk in het proces om de peer feedback effectief te laten zijn? Vraagt Chris. Ja, dat sluit denk ik een beetje aan bij die eerdere vraag over niveauverschillen. Wat in elk geval gebleken is, is dat uit meerdere studies, niet alleen uit die van mij, maar is dat je niet zozeer expert hoeft te zijn in de zin van docent, om toch heel goede feedback te geven. En er zijn meerdere redenen waarom studenten die geen expert zijn, toch goede feedback kunnen geven. Voor een deel heeft dat ook met terminologie te maken. Studenten snappen onderling vaak beter van elkaar waar de moeilijkheden zitten en kunnen er dus beter in elkaars taal uitleggen hoe iets in elkaar zit, zeg maar. En daarnaast is het geven van goede feedback vraagt ook iets van bepaalde denkstappen van de feedbackgever, die vrij generiek zijn. En het is meer dat het helpt om ervaring te hebben in het geven van feedback, dan dat je noodzakelijk expert in het onderwerp moet zijn. Dankjewel René. Ik pak toch stiekem nog één voorbeeld. Je noemde een aantal voorbeelden van hoe studenten goede feedback kunnen geven. Is er een overzicht of uitgebreide voorbeeld van de goede vragen die in peer feedback gebruikt kunnen worden? Dat is heel specifiek. Nou, ik heb in mijn proefschrift verschillende voorbeelden gegeven. Het proefschrift is via ResearchGate te downloaden. En daar staan bij minimaal één artikel, maar volgens mij meer staan voorbeelden van wat is dan goede feedback en wat is feedback die misschien goed lijkt, maar niet gericht is op diepgaand leren. Helder. Esther, heb jij nog een aantal punten waar je misschien ook zelf op wilt reageren die langsgekomen zijn? En ik raad je aan even af te doen, ja. Want je hoort jezelf. Ik denk dat ik eigenlijk wel heel erg met die laatste vraag. Hoe kan ik nou als docent dit nou toepassen in mijn eigen onderwijs? Mm-hmm. Daar zit ik nu zeg maar de hele tijd aan te denken van oké, hoe kan ik nou, we hebben alles wat René heeft onderzocht ja. En uitgevonden. Dus ik ga zeker haar proefschrift uitpluizen. Dat lijkt me sowieso een goed idee. Het is al een paar keer langs gekast. Dat gaan downloaden op ResearchGate. Ja. Dus ja, die praktische toepassing, zeg maar. Dus ik vind het sowieso heel. Het valt heel erg binnen. Wat wij natuurlijk ook willen, die interactie en studenten activeren. Mm-hmm. Dus ik vind het een fantastische manier. En heb jij nog wat voorbeelden van eigenlijk de feedback aan zich die gegeven wordt in jouw lessen? De kwaliteit daarvan, zie je daar nog grote verschillen in? Ja. Ik denk ineens aan een voorbeeld inderdaad. Van sommige mensen die hebben al... Kijk, ik geef natuurlijk les aan deeltijders. Die mensen hebben vaak al een eerdere opleiding gedaan. Maar sommige mensen ook helemaal niet. Hmm. En dan merk je dat het varieert van... zit erin, ja, check. Tot echt goede ideeën, tips, beter nog, vragen. En dan merk ik dat wij eigenlijk... ik probeer ze wel door middel van de instructie die ik ze geef, wat te laten zoeken naar van wat is goede feedback. Maar dat doen we eigenlijk nog te weinig. Ja. Dus dat vind ik echt heel... Ja. Ook eigenlijk die tips die René gaf, die zouden eigenlijk... openbaar moeten zijn voor iedereen om te gebruiken. Ja, maar het is wel heel leerzaam. Kijk, en als je de eerste keer feedback geeft en je merkt, wacht even, die mm-hmm. hebben andere mensen niet zoveel aan. Dus daarom is die interactie ook heel goed, dat degene die de feedback krijgt ook kan doorvragen. Precies. Maar wat zie je eigenlijk? Welke mogelijkheden zie jij? Of waar loop je tegenaan? Ja, dat die interactie er ook in blijft, ja. Zeg, ik heb voor jullie beiden een vraag. Dat gaat heel erg over toch weer de coronacrisis. Want daar zitten we natuurlijk eenmaal in. Dat heeft inderdaad een hoop teweeg gebracht. We zijn allemaal online. Maar straks gaan er eigenlijk studenten beginnen die voor het eerst online eigenlijk elkaar niet gaan zien. En wel moeten beginnen met hun semester. Hoe gaat dat invloed hebben, denk je?
Ja, grote invloed. En daarom is die sociale cohesie ook zo... Want jullie noemden eigenlijk allebei dat dat belangrijk is, hè? Dat echte contact. Dat echte contact. En een van de dingen waar wij nu aan zitten te denken is om eigenlijk minder klassikaal te doen. En studenten meer in leerteams bijvoorbeeld te laten werken. Mm-hmm. Zodat ze in ieder geval in klein verband samen kunnen werken. En dat ze op die manier eigenlijk zich verbonden voelen met een wat kleinere groep. Ja. En natuurlijk zijn er ook af en toe wel mogelijkheden om elkaar wel te zien. Hè, het grootste gedeelte van het onderwijs gaat online. Ja. Maar het is ook... Hè, wij en dat ga je dan ook echt regisseren, die momenten. Ja, omdat die zijn er natuurlijk veel minder. Maar juist voor eerstejaarsstudenten is het belangrijk dat ze elkaar in ieder geval... Een keer in de ogen hebben gekeken. Gezien. En, ja. En dat, ja, weet je, er zijn ook bepaalde... kijk, wij doen dan bijvoorbeeld intervisie... dat kan ook heel mooi online hoor. Maar gesprekken, het is gewoon soms echt af en toe fijn om elkaar wel te zien. Dus heel veel kan online. Maar dan is het goed om dat heel goed te regisseren en te organiseren. Dan pak ik hem even door naar René. Zeg, als je dit hoort, wat denk jij, heeft het, of misschien heb je dat al uitgevonden in jouw onderzoek, heeft het invloed ook op de kwaliteit van de feedback? Of misschien wel de welwillendheid om feedback te krijgen van iemand die je nog nooit in de ogen hebt gekeken in het echt? Heeft dat verschil? Ja, dat maakt wel degelijk uit, ja. Want er is inderdaad een onderzoek gedaan. Ik hoor het echt op dit moment. Maar er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de mate waarop je de manier waarop je feedback geeft, dat die beïnvloed wordt door of je de ander kent. En ik denk dus ook dat het echt heel belangrijk is dat we, met name voor eerstejaars, dat we zorgen dat die toch een bepaald gevoel krijgen van we zijn onderdeel van een community. We weten ook dat het een belangrijke voorspeller is van studiesucces. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar afgelopen zaterdag in NSC stond ook een artikel van een docent die vertelde uit eigen ervaringen hoe zij dat nu zo meemaakte en hoe het was ook om onderwijs te geven aan studenten die alleen maar een zwart scherm laten zien en die het ook eng vinden om zichzelf te laten zien via zo'n scherm. Ik denk dat het voorstel wat Esther doet om dit voor een stukje te ondervangen door in kleine groepjes samen te werken in elk geval een goede is, want daarmee maak je het ook veiliger. Ik kan me ook voorstellen dat je toegaat naar bijvoorbeeld het afspreken van regels. Van, nou, je bent, als je onderdeel bent van deze groep, dan laat je ook jezelf zien. Het is eng, ja, maar dat is niet echt te leven ook, zeg maar, zonder scherm. En dat is het voor iedereen, maar wij willen elkaar leren kennen. Dus wil je onderdeel zijn van onze groep, dan hoort dat erbij. En ik denk ook dat op het moment dat dat mogelijk is, dat het goed is dat eerstejaars voorrang krijgen bij elkaar fysiek zien. Juist vanwege dat communitygevoel. Omdat het gewoon echt belangrijk is. Dankjewel, René. Ik ga naar de afronding. Zeg, Esther, heb jij nog een laatste tip voor iedereen die straks online zou gaan? Als ze dat nog niet gedaan hadden, eigenlijk. Wat is dat ene ding wat je moet weten? Nou, het gaat inderdaad wat René en wat ik ook zei, het gaat eigenlijk om even weer een helikopterview van wat wil ik eigenlijk bereiken en dat op een andere manier indelen. Maar daar moet je als docent ook wel een beetje pragmatisch mee omgaan. He, je moet ook wel op jezelf letten. Nou, dat lijkt me heel verstandig. René, heb jij nog één ding wat je iedereen mee wil geven? Let op jezelf inderdaad. Let op elkaar en op de medestudenten. En nog een keer het belang van interactie in ons onderwijs. Mooi. Zeg, ik ga even naar de afsluiting. Ik wil jullie allebei hartelijk danken. En het was de eerste aflevering. We hebben allemaal video's voorbereid die we niet hebben kunnen laten zien. Maar zo gaat dat eigenlijk. We gaan volgende week... Gijs, kun je me even op mijn camera zetten? Juist. Volgende week gaan we verder met dit gesprek. En dan gaan we in een andere setting gaan we dat doen. We gaan volgende week 17 juni om 12 uur weer een webinar organiseren. En we gaan praten over sociale binding in online leren. Dus we hebben het net een beetje over gehad over motiveren. Nou, we hebben ook al gehoord dat sociale binding er eigenlijk een hele belangrijke factor in is.
Ik zal deze stoel verlaten en Richard de Jong, collega van DLO Innovatiepartners, die zal dit overnemen als host. Experts die we volgende week hebben zijn Jenny ter Horst en Nadia Tromp, allebei van de Hogeschool van Amsterdam. Dus het wordt echt een soort in-crowd, maar toch een reuze interessante webinar weer. Dus ik nodig jullie van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Dan wil ik ook aangeven dat er meer verdieping mogelijk is. Natuurlijk het proefschrift van René, maar je kunt jezelf ook nog verder verdiepen en opleiden binnen de HVA via de HVA Academy. Academie moet ik zeggen, sorry. De DLO Innovatiepartners, digitaalonderwijs.mijnhva.nl staan allemaal tips en tricks ook voor docenten. En natuurlijk Digital Society School. Wij hebben ook een aantal hele interessante trainingen rondom online education. Ga ik even naar mijn eigen camera. Ik vond het heel leuk om de eerste keer te doen met ups en downs. Esther, hartelijk dank dat je er was in de studio met gevaar voor veiligheid en gezondheid. Maar we hebben het overleefd. René, hartelijk dank. We zien elkaar snel, hopelijk fysiek. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen om voor de volgende keer weer te registreren en aanwezig te zijn. En dan even naar het overview en dan gaan we allemaal zwaaien. Tot de volgende keer.